Yo kijkers van Puzzle Games, en leuk dat jij terug bent met deze nieuwe video hier op Puzzle Game Factory de Zolder Ei. We zijn vandaag verder gaan met Survival Island en ik heb er weer netje wel zin in. En hier hebben we eindelijk zombies en skeleton. Hopen dat we zombievlees hebben. Ik wil niet nog een keer doodgaan de derde aflevering oprijden en we krijgen helemaal geen zombievlees. Dat is dus echt jammer. We hebben hier wel een mooie creeper geval. Ik hoop dat hij even een bone meal achterlaat droppen. Ik ben natuurlijk er bang voor niet. Ik zie nog helemaal niks. Ik zeg daar wel eieren onder water, maar dat kunnen we natuurlijk niet hakken. Nee hoor, alleen een pijl en geen boommeel. Dat is dus ook weer kloten. Ik dacht wel anders, kunnen we mooie leventjes aan. Mijn zaadjes hier laten groeien, maar dat gaat dus ook weer lekker niet op. Zijn die al gegroeid? Ja, één fase denk ik. Wat we verder vandaag gaan doen. Ja, we moeten natuurlijk een keer een groter huis hebben. Eerst even kijken, hebben we nog ergens aarde liggen? Nee. Dus dat gaat er niet worden. Wat we wel kunnen doen is even een ijzeren schep maken. Je zou zeggen, ijzeren schep, waarom, dat is toch zonde? Nee, want het gaat gewoon lekker snel. Ja, we zijn lekker lui vandaag, dus we gaan lekker voor snelheid. Hoe meer we kunnen doen in de aflevering, hoe beter het is. Ik ga ongeveer weer 10 minuutjes deze aflevering maken, dus dat moet zeker wel wat kunnen doen. We gaan gewoon een beetje afvlakken in het eiland, waardoor we uiteindelijk grond hebben. En dat gaat wel iets worden wat in dit project Survival Island moeilijk gaat worden. Grond. Normaal heb je genoeg grond. Ik kan natuurlijk alles afgraven, maar dat gaat hem hier niet worden. Want je hebt hier gewoon je eiland en dat is het. Wat je natuurlijk wel hebt, is je grond in mijnen die je kan opgraven. Dat gaan we dus ook zeker moeten gebruiken. Maar ik wil eerst eens op zoek naar caves. Die heb ik de vorige keer volgens mij nog niet gevonden. Dus dat hoop ik vandaag wel. Dan is natuurlijk de mijn in, wanneer niet. Ik hoop vandaag ook nog caves te vinden. Wat een mooi plekje voor mijn huis is, ik weet nog niet. Aan welke kant van de tempel, dat is natuurlijk ook wel vrij makkelijk om te weten. Ik dacht hier, maar dat weet ik niet zeker. En nu merk ik het gelijk alweer, mijn eten is alweer op. Wat een... Ja, daar is de tempel. Jullie zien het waarschijnlijk net niet, maar ik zie het wel. Even kijken, zit er ergens een zombie? Al is het er maar één. Goed vlees. Ik zie hem niet hoor. Ik denk dat we mijn huis aan deze kant gaan bouwen. Gaan we hier een soort van kop idee van maken. Dus dit wordt wel echt een gaaf project. Ja, dit wordt hem. Daar gaan we gewoon even lekker mee beginnen. We gaan eerst eens hier wat afgraven. En dan gaan we gewoon eens kijken hoe ver we kunnen komen vandaag. We hebben natuurlijk al wel wat spulletjes, wat dingen. Wat we gaan gebruiken als palen in het water. Gaan we voor hout. Die heb ik nog niet genoeg, zie ik. We gaan gewoon voor eikenhouten palen. Ik wil altijd nog een keer vervangen, dus we moeten meer eikenhout gaan doen. Daarom ga ik even wat nieuwe bomenplantjes. Kolen hebben we zat, zie ik al. Dan haak ik echt een stuk of 45 of zo. Dan gaan we hier even een boom zetten, hier even een boom en daar. Dan kan deze ondertussen weer weg, want dit is mijn laatste gewone... Oh, dat is ook nog een gewone boom. Oh, dan kan ik die ook nog even weghalen. Nee, wat ik dus net al zeg, mijn eten is alweer bijna op. Het gaat echt zo hard. Ik moet gewoon niet rennen als het niet nodig is. Daar ga ik een beetje met een fout in, ben ik bang. En normaal heb je altijd wel genoeg dieren die je kan afmaken. Maar ja, het is natuurlijk Survival Island. En er is alles toch wel ietsje schaarser als ik gedacht had. En nu wou ik gewoon weer rennen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan gaan we eens even kijken. We gaan, dit is het midden. Dat zie ik al wel. Dus hier. Dan gaan wij eerst gewoon. Zie je toch niet. Hier op dit punt. Even kijken wanneer ik kan klikken. Want we moeten natuurlijk niet meer drinken nou. Dan gaan we hier aarde plaatsen. Tot ja, hier is al goed. Zo. Dan moet ik even kijken. Dan is dit punt. 1, 2, 3. 4, 5, klopt dat dan? Ja. En dan moet ik even 2 uit het midden. Dus 1. Als het goed is, is het hier. Maar je ziet het dus echt heel erg kleren lastig. Sorry dat ik dat zo zei. Of eigenlijk zei ik ook niet verkeerd. Shit. Daar had een haartje af. Oeh, daar had ik echt net een haartje eraf. Hey, wat zie ik daar? Dat lijkt op een ander eiland. Wij gaan op avontuur. Het is de dag.
Ik ga heel even het scherm iets al dicht te zetten. Dus Survival Island betekent niet één eiland, wat ik dus altijd dacht. Maar ook mogelijk, en we hebben een appel. Dat is in ieder geval al wat. In ieder geval één appel. Beter één appel in je hand. Dat is geen in je hand. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar ja. Moet niet nou gelijk gaan rennen. Ik dacht van er zit nog een tempel, maar dat leek me al wel heel erg raar. Gaan we even eentje zo. Een bootje. Dan gaan we eerst eens op pad. Mogelijk gaan we daar eten vinden natuurlijk. Wel heel gevaarlijk hè, met maar één bootje. Maar moet lukken. Ja hoor, daar zit ook een eiland. Moet je natuurlijk niet tegen deze... Het zijn uiteindelijk inktvissen aanvaren. Hier kunnen we in ieder geval graan. Of nee, geen graan, het is wel een klein eiland. Maar in ieder geval iets. Zo ga je eruit. Niet wegdrijven, mijn vriend. Zo, hoe gaan we hier omhoog komen? Oh, dat gaat zo. Het is vooral een zandeiland, maar we hebben in ieder geval hier genoeg seeds mogelijk. In ieder geval één hier. Want toen nog een seed. Als we een paar seeds erbij hebben, drie seeds. Nou, op mijn eigen eiland heb ik er maar twee. Daar viel er ook nog één. Oh, die heb ik al gepakt. Zie ik. Dan hebben we hier nog een paar mogelijk. Vier seeds erbij. Hebben we hier verder nog wat? Geen dieren, helaas. Nee, dat gaat hem niet worden. Daar komen we nog wel een keer aan dieren. We hebben in ieder geval dus vier seeds. Hier hebben we één boom. Dus we kunnen in ieder geval iets gaan farmen. Dan moeten we naar mijn bootje terug. Ik zie daar ook nog iets van een eiland achter iets. Gaan we daar even kijken. Even een keertje een stukje op avontuur. Er zijn in ieder geval bomen. Dus dat is al iets meer als op het vorige eiland. Als we daar geen dieren hebben gaan. Hé, hey, daar hebben we schapen. Dat is zeker mooi. Ik heb helaas niet genoeg wol. Dus de volgende keer kunnen we even een bed maken. Dus dat is zeker mooi. En daar, dat zie je wel mooi daar. Even kijken hoe lang ben ik aan het opnemen. Anders gaan we nu gewoon nog even die wol. Nee, dat gaan we nu niet redden. We zijn al bijna 8 minuten bezig. Dan gaan we gewoon even die pilaren hier verder opbouwen. Mijn bootje mag op zich wel stuk. Dat is die al. Even kijken. Dan gaan we even die pilaren. Gaan we daar iets opbouwen. Wow, dat is niet de bedoeling. Ik moet wel opspringen. 1, 2, 3, 4, 5. Gaan we het even eerlijk verdelen. Want ja... Anders krijg je weer ruzie onderling. Wil je ook liever niet hebben? 4, 5. Huppa. Dat kan natuurlijk niet als je geen eten hebt. Wat ben ik toch weer slim vandaag. Ik merk het alweer. Niet echt. Dan gaan we hier even een rijtje sietje bijplanten. Als het goed is, past het net. Ja. Gaan we heel even gelijk mijn boom gaan we gebruiken. Je zou zeggen, waarom? Het is helemaal niet slim. Dat heb je helemaal gelijk in. Want wat kan je nou met één graan? Nog met niks. En ik kreeg er geen sheet voor terug ook. We hebben hier wel één boompje weer erbij. Dus dat is ook wel weer mooi. Kunnen die pilaren alvast tot omhoog. In ieder geval, ik ben heel erg tevreden hoe het laatste met mijn kanaal gaat. Ik ben nu een week ongeveer weer bezig. En het gaat echt goed hoor. Ik heb er weer heel veel zin in om nieuwe video's te maken. Ik heb bijna te veel overschot aan video's op het moment. Dat is ook natuurlijk niet helemaal hoe het hoort. Daarom ga ik waarschijnlijk, mogelijk, iets vaker uploaden. En iets vaker is nog niet per se een direct aantal, want dat weet ik ook gewoon nog niet. Maar in ieder geval, ik ga het proberen om ongeveer 10 video's per week. Ga ik dan voor één blokje hout naar beneden? Het is toch wel zielig, hè? Maar het moet. Nu komt die net beter uit. Maar binnenkort komt er even een videootje om jullie sowieso te bedanken voor de steun van bepaalde mensen. Die zal ik ook echt even bij naam noemen. Mijn YouTube naam natuurlijk. En ja, verder. Dit was dan deze aflevering. Vond jij hem leuk? Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. De vorige keren hebben we 3-4 blauwe duimpjes omhoog. Dat verschilt een klein beetje. Laten we vandaag proberen 5 blauwe duimpjes omhoog te halen.
En dan laat ook even in de reactie weten wat jij de volgende keer in mijn video wil zien van Survival Island. Ik heb er zin in. Er komt er binnenkort een speciaal project. Daarvoor binnenkort meer info. En dan tot de volgende keer. Doei!